Goedendag, welkom bij het COVID-19-journaal. De formele naam van het COVID-19-vaccin welke wij ons land gebruiken is Covishield. Dit vaccin wordt vervaardigd door het Serum Instituut in Pune, India. Covishield is precies volgens dezelfde receptuur vervaardigd als het AstraZeneca-vaccin. Op de laatst gehouden COVID-19-persconferentie is de uitleg van Dr. Vrede helder en duidelijk geweest. Wij voeren u mee naar dit moment. Covishield is de naam van het vaccin dat wij in Suriname gebruiken. Dat vaccin wordt in India gemaakt in een soort van licentie. Het is exact hetzelfde recept als het AstraZeneca-vaccin, maar AstraZeneca is een merk. En het is goed om niet de naam van een merk te gebruiken voor iets wat een ander merk heeft. Dat kennen we eigenlijk in de auto-industrie, dat kennen wij van allerlei zaken, dat soms iets in een ander land wordt gemaakt, volgens hetzelfde recept met de licentie, maar dat het de naam heeft, want dan is het ook duidelijk waar dat vandaan komt. Ik denk niet dat het nodig is omdat dat tot verwarring leidt. Als de mensen het in de volksmond AstraZeneca willen gebruiken, dat is prima, maar in formele verslagen dienen wij ons formeel te houden aan de formele naam van dit vaccin. Dus that's all. De politie zal vanaf nu hard optreden tegen lockdown-overtreders. Hij deed een ernstige waarschuwing uitgaan naar de organisatoren van underground feesten, illegale bars, nachtclubs en bordelen die zich storen aan God nog gebod. Hij liet onopwonden weten dat er zware boetes opgelegd zullen worden, waarbij niet is uitgesloten dat vergunningen worden ingetrokken. Waarom is een verscherpt handhavingsplan nu hard nodig? We hebben gezien dat de underground feesten, de illegale bars, de illegale nightclubs, blijven opereren. We hebben gemerkt de afgelopen tijden, en dat is zo gebleken uit de verschillende meldingen, dat men eigenlijk lak heeft aan alles. Lak heeft aan de maatregelen, lak heeft aan de verantwoordelijkheid die opgebracht zou moeten worden voor de bescherming van de gemeenschap die wij zo naleven, die wij zo nastreven. En dat moet dus gecorrigeerd worden. Het standaard optreden, vooral naar facilitators van mass-spreading activiteiten. Het standaard optreden zal zijn bijvoorbeeld muziekinstrumenten in beslag nemen. De organisatoren, de houders, eigenaren van die plekken beboeten. En de vergunningen intrekken. De vergunning intrekken. Het zijn zo de maatregelen die gaan komen. We gaan sowieso meer social media scannen, omdat we weten dat de informatie op deze kanalen wordt gecommuniceerd om de dancings, de illegale feesten, de illegale paimonidansies die worden georganiseerd, de informatie te bekomen en daarop afdoen te reageren. De komende tijd kunt u rekenen, u zult het ook meemaken, dat mensen in verhoogde mate zullen worden aangepakt. We weten precies wat we moeten doen. Alleen, we hebben tot nu toe het menselijk gezicht behouden van waarschuwen, praten. We weten dat mensen het moeilijk hebben. Bepaalde mensen, hun inkomen is weggevallen, van anderen is teruggelopen. Met al die dingen hebben we rekening gehouden. Maar nu zien we dat we verder afglijden. En het zijn die maatregelen die we moeten treffen om weer de gemeenschap op rails te krijgen. En die gaan we implementeren. Formeel is de paasvakantie voorbij en de scholen zouden deze week weer hun deuren openen. Maar het zal nog even duren voordat het derde kwartaal onderwijs in ons land weer wordt opgestart. Fysiek blijven de schooldeuren nog dicht, maar het distant learning proces gaat normaal door. De scholen blijven gesloten. Het proces gaat wel langzaam door.
de HBO-opleidingen en de wetenschappelijk onderwijs van de universiteit, die zijn over het algemeen nooit gestopt. Die werken gewoon door, omdat ze gewend zijn online te werken. Wat de lagere school betreft en het middelbaar onderwijs zijn we het afgelopen jaar al een beetje aan het oefenen geweest. En ook daar is het proces niet helemaal gestopt, maar wordt er op afstand gewerkt met de kinderen voor waar het mogelijk is. Maar de scholen gaan voorlopig niet open. We willen volgende week hierop eventueel terugkomen, maar voorlopig deze hele week blijven we gesloten. Dankjewel. Al langer dan 1 jaar gaat ons land gebukt onder de maatregelen die de overheid genoodzaakt is te treffen als gevolg van COVID-19. Minister ad interim Krishna Mathura benadrukt nogmaals dat de verscherpte maatregelen niet bedoeld zijn om de gemeenschap onaangenaam te zijn. De beheersing van COVID ligt in preventie, zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen geïnfecteerd raken en zo verdere verspreiding van het virus tot een minimum beperken. Wij moeten elkaar beschermen. De beheersing van COVID ligt op preventie, voorkomen dat mensen besmet raken en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hiertoe hebben we beperkende maatregelen getroffen. En deze beperkende maatregelen die hebben vergaande consequenties ook op het sociale, op het maatschappelijke, maar ook op de economie. Laat me ook welkom heten de mensen van het Outreach Management en de directie van het ministerie van Volksgezondheid. En wat we proberen is dat alle maatregelen die getroffen zijn, we weten impact, maar het doel is verdere verspreiding van het COVID-virus te voorkomen en mensen te beschermen. Het duurt nu al langer dan een jaar en we begrijpen als regering dat de rek een beetje eruit is, dat mensen ongeduldig worden, dat mensen heel veel schade lijden financieel, dat er irritatie is, maar ook vermindering van inkomsten, terwijl onderhoud, personeel, alle kosten doorgaan. En toch hebben we met z'n allen een algemene verantwoordelijkheid. We hebben een verantwoordelijkheid om met z'n allen COVID te helpen beheersen. We hebben in totaal ongeveer 182 doden gehad, heel veel besmette personen. We hebben een eerste golf gehad en een tweede golf gehad. En de regering is afgelopen vrijdag, heeft de regering besloten om een aantal maatregelen aan te scherpen. En die aanscherping heeft te maken gehad met het voorkomen, of willen voorkomen van een derde golf. En die derde golf zo min mogelijk mensen besmet te laten krijgen en ook beheersbaar houden van een eventueel nieuwe besmettingen. En die maatregelen, die verscherping van die maatregelen, heeft twee belangrijke aspecten gehad. Enerzijds de aanwezigheid van andere varianten in Suriname, Noos, Britse en Zuid-Afrikaans variant. De R-factor, dus de snelheid waarmee het virus verspreidt en het aantal gevallen toenemen. De beschikbaarheid of de impact op kinderen en als meer besmettingen zijn, de impact op aantal doden die we hebben gezien in andere landen. Maar bovenal heeft het te maken met beschikbare capaciteit binnen onze ziekenhuizen. We willen niet dat mensen die besmet zijn en hulp nodig hebben, COVID-hulp nodig hebben, dat die niet opgenomen kunnen worden. En die beschikbaarheid van medische zorg en medische capaciteit is minder op dit moment. Er is sprake van een exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen in ons land. Er worden op dit moment zoveel als mogelijk swabs uitgevoerd door gezondheidsinstanties. Echter laat van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg een alarmerende noodkreet horen. Er zijn clusters waar mogelijk mensen die besmet zijn tussen zitten die zich niet hebben laten testen. Een zeer verontrustende situatie omdat deze mensen mogelijk niet in quarantaine zijn en weer anderen zullen hebben besmet. We zitten officieel midden in een derde golf met de gevaarlijke varianten erbij.
Er is afgelopen week, einde van de week, heleboel onrust geweest over maatregelen, of aanscherpe maatregelen. En dat een deel van de samenleving niet was overtuigd dat we in de derde golf zijn. Ik hoop dat ze nu wel de overtuiging hebben met gisteren weer bijna 50 positieve cases. Dat we in de derde golf zijn. En kijken wat er gebeurt. We hebben hiervoor gewaarschuwd. Er is niet alleen, wat er alleen gezegd over Pagua, maar er zijn een heleboel feesten geweest de laatste weekenden. En die zijn gaan bijdragen. En vooral met de nieuwe varianten die we hebben, die veel besmettelijker zijn. En we zien dat ook, dat in bepaalde groepen, dat als één persoon positief is, dat een heleboel positief zijn. We hebben weer materiaal weggestuurd om weer verder te onderzoeken. Wat is de verspreiding van de, wat noemen ze, VOC, de beruchte varianten? Welke percentage van de positieve we hebben, we kunnen aangeven dat die zijn ten gevolge van de beruchte varianten. Gisteren was ook de positieve rate boven de 20%. De standaard moet zijn 10%, wat dus aangeeft dat er weinig mensen komen testen. Ik zou bij deze iedereen oproepen die klachten heeft om te komen testen. Maakt niet uit welke klachten, laat je testen, zodat je weet dat je negatief bent. Want we merken ook, we hebben net gehoord van iemand bij een van die een bedrijf of overheids eigenlijk kantoor, dat die al langer dan een week met klachten rondloopt. En pas gisteren positief is getest. En al die dagen gewoon naar het werk is geweest. Moet je niet doen, als je ziek bent, blijf thuis, laat je testen. Meer mensen moeten komen testen, zodat we eerder kunnen weten als je positief bent, zodat de transmissie gestopt kan worden. Dr. Orie benadrukt nogmaals de ernstige situatie waar tegen nu aangekeken wordt. Suriname, hou je aan de Mohana-regels. De derde golf is niet meer te stuiten en we moeten maar hopen dat we geen taferelen als in Italië in ons land krijgen, zegt de dokter. Suriname, wees alert en let op jezelf en je omgeving. Ik zou zeggen van, laten we het feest achterwege laten. Er zijn discussies, ja, maar je hoort sommige personen die aangeven, ja, maar zijn die dingen wel, kunnen die wel bijdragen aan transmissie? Het gaat erom, wij hebben het wiel niet uitgevonden, het is over de hele wereld zo. Kijk maar naar landen die geen maatregelen hebben getroffen. Kijk maar even naar Brazilië. Brazilië is een gevaar voor de hele Amerika's nu. Een heleboel landen hebben een heleboel nieuwe varianten en gisteren nog las ik een artikel dat ze een groot gevaar zijn. Omdat er een heleboel transmissie daar is en de kans dat je steeds nieuwe varianten krijgt veel groter wordt. Omdat je dan binnen de samenleving verschillende varianten hebt en mensen zijn dicht bij elkaar. Dus dan kan je iemand hebben die beide varianten, die nieuwe varianten krijgen. En dat is echt een gevaar. En de mensen die niet geloven in maatregelen, kijk naar Brazilië. Kijk wat er allemaal daar gebeurt. En voor ons is het belangrijk dat we dat feesten en bij elkaar komen. Dus dicht bij elkaar komen, de Mohana-regels niet afnemen, dat die achterwege moeten laten. De derde golf is gebleken in alle landen dat het ernstig is. Omdat zorgpersoneel, iedereen is al moe, iedereen is al COVID moe. En zorgpersoneel ook. En we hopen niet dat we taferelen krijgen als van Italië en andere landen waarbij mensen in de rij moeten staan om beademd te worden. We hopen niet dat dat gebeurt. In Brazilië heb ik gisteren gelezen, in São Paulo worden lijken gewoon in schoolbussen gebracht om begraven te worden, want het is te veel. En men moet niet denken dat het gaat niet gebeuren in Suriname. Het kan overal gebeuren als we ons niet houden aan de regels, aan de Mohana-regels. De lockdown tijdens de weekenden hebben een positieve werking gehad. De lockdown-maatregelen zijn er om u en de uwen te beschermen. Blijf thuis en houd je aan de maatregelen. We hebben gemerkt dat de meeste activiteiten waarbij mensen feesten en andere dingen in het weekend zijn. We hebben gezien in de twee vorige golven dat total weekend lockdowns hebben gewerkt om de transmissie omlaag te brengen, aantal positieven omlaag te brengen. En vandaar, het is niet dat we uit de duim hebben gezogen waarom we weekend lockdown willen hebben. Als je, de mensen die op straat gaan, die weten dat in het weekend je hebt een heleboel mensen gaan feesten. Dan kan je zeggen, ja maar handhaving, waar gaat de politie? Gaat de politie overal kunnen zijn? Het lukt niet, maar mensen gaan feesten en ze gaan in grote getallen achter huisjes, gaan buiten de stad. Die dingen moeten we achterwege laten. COVID is er nog, COVID is nog niet weg. En we willen niet dat we onze dierbaren gaan verliezen aan COVID. Thank you.
Stichting Betaliada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jonge volwassenen met een ernstige, meervoudige beperking door zowel 24 uur zorg als dagopvang aan te bieden en is op dat gebied een pionier in Suriname. Zij probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betaliada door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving. Ook in dit tehuis werd er de voorbije week gevaccineerd. Wat wij vandaag hier doen is het vaccineren van onze bewoners, personeel, maar ook ouders van bewoners en ouders ook van pupillen die onze dagopvang bezoeken en ook pupillen van de dagopvang. En het is op vrijwillige basis. Wat ik wel gedaan heb, is een bijeenkomst gehad heb met het personeel. En ook, we hebben ook alle ouders van de bewoners die hier permanent verblijven, maar ook de ouders van de pupillen die de dagopvang bezoeken, een gesprek mee gehad en hem en hun erop geattendeerd hoe belangrijk het is om onze doelgroep, hè, dat zijn personen met een ernstige, meervoudige beperking, dus een hele kwetsbare doelgroep, om onze doelgroep te vaccineren. Ik ben daarom heel blij dat het team van BOG ons vandaag bezoekt om daadwerkelijk de vaccinatie te realiseren vandaag. En ik weet dat ze het ook heel druk hebben, dus alvast dank hiervoor. En ik hoop dat het ook allemaal goed verloopt vandaag. We gaan vandaag gaan we rond de 36 personen vaccineren. En we hebben 32 bewoners die hier permanent verblijven. En we hebben op de dagopvang hebben we rond de 15 bewoners of pupillen die hier de dagopvang bezoeken. Dus als je een optelsom maakt, dan gaan we niet iedereen die hier permanent verblijft of de dagopvang bezoekt vaccineren, maar toch wel een groot deel en daar ben ik wel blij om. Zoals de minister het ook heeft aangegeven, hè, het is, hij drukt iedereen om het op het hart om zich te vaccineren, maar het is natuurlijk wel een vrijwillige keus. Hoe ik er zelf naar kijk is, ik wil een deel zijn van de oplossing. Dus dat betekent dat ik mij dus ook moet gaan vaccineren. Zo kijk ik er zelf naar, zo heb ik het ook met het personeel besproken. En ik denk dat iedereen er goed aan doet om zich ook goed te laten informeren. En niet alleen beslissingen neemt op verhalen dat je ook in het nieuws hebt van dat het niet goed loopt. Maar ook kijken hoeveel vaccinaties er wel goed gelopen zijn. Dus daar heb ik ook naar gekeken. En als je twijfelt, laat je goed informeren, zo objectief mogelijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is heel moeilijk. Maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap, hoor. We zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten. En mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt. En ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID.
En zo zijn we ook weer voor vandaag aan het eind gekomen van dit journaal. Zoals al is aangekondigd, gaan we het komend weekend in een total lockdown. Ga nu om je boodschappen te halen en wacht niet tot het laatste moment. Zo zorg je ervoor dat je in een enorme drukte terecht kan komen waar de verspreiding sneller kan plaatsvinden. Wees voorzichtig en let goed op elkaar. Hou je ook aan de Mohana-maatregelen. Alleen zo kunnen we samen weer gezond worden. Utang boom!